Geen telefoons als er wordt vergaderd. Met die oproep wil de militaire inlichtingendienst, de MIVD, bedrijven er bewust van maken dat cybercriminelen, maar ook buitenlandse mogendheden, spioneren. Ze proberen dagelijks in te breken bij Nederlandse bedrijven die hoogwaardige kennis in huis hebben, zegt de MIVD. Bedrijven die zaken doen in China weten al jaren dat je geen smartphone mee moet nemen. De kans is groot dat je gehackt wordt en dat geheime bedrijfsinformatie in verkeerde handen komt. Maar ook in Nederland moeten bedrijven op hun hoede zijn, zegt de MIVD. Wat we zien is dat technisch ontzettend veel mogelijk is. Via een telefoon kun je afluisteren, kun je ook de camera op afstand aanzetten. En dat maakt dus dat de data of kennis waar jij over beschikt, dat tegenstanders... Soms zijn dat criminelen, maar dat kunnen ook landen zijn. Dat die daarin geïnteresseerd zijn en daar gebruik van maken. Als je de directeur van de militaire inlichting en veiligheidsdienst interviewt, dan kom je in dit zwaar beveiligde gebouw waar verder niets gefilmd mag worden. En de telefoon, die moet van tevoren in een kluisje. Het begint dat je heel goed bewust bent dat als je bijvoorbeeld een onbeveiligde telefoon meeneemt in zo'n gesprek, dat je dan eigenlijk al een risico aan het lopen bent. Ja, dat moet je niet willen. De MIVD ziet het zelf gebeuren bij de bedrijven die hoogwaardige apparatuur aan defensie leveren. Maar ook civiele bedrijven zijn dagelijks het doelwit. En daar zien we bijvoorbeeld ook dat toch ook landen als Rusland en China buitengewoon geïnteresseerd zijn in de kennis en in de data die bij die bedrijven in gebruik is dan wel ontwikkeld wordt. U ziet daar hacks? Daar zien wij hacks. In ieder geval pogingen ook daartoe. Door al het thuiswerken wordt veel online vergaderd. Maar wie geheime informatie wil delen, moet geen risico lopen, zegt de MIVD. Dan moet je toch eigenlijk fysiek bij elkaar komen met inachtneming van alle regels. Ja, en dat is eigenlijk wat wij hier als inlichting- en veiligheidsdienst ook doen. Want ook zijn telefoon gaat altijd in de kluis. Elke dag.